Hartelijk welkom bij dit korte ritje van Benthuizen naar Alphen aan de Rijn. Het is niet zo'n lange rit, hoeft ook niet, ook wel eens lekker. Niet zo'n lange zit ook. Vanmorgen al een hele lange zit gehad, op 2,5 uur om op plaats van bestemming te komen. In de rit waar je normaal gesproken maar anderhalf uur over doet, maar niet eens. En nu even een kort ritje. Kort ritje. De camera een beetje stellen. Is dat zo? Zo moet het maar. Doe het er maar mee. Het is prachtig weer, mag ik wel zeggen. Op mijn tellertje hier in de auto, die geeft aan dat de buitentemperatuur nu 15 graden is. Nou, dat is niet gering, dat is lekker. Dat is ook voor een donderdagmiddagje. Het is 3:10, zoals je kunt zien links onderin. En er staat weinig wind, sluierbewolking hier en daar. En tot zover Piet Paulusma. Die gaat ermee stoppen, hè? Die Piet Paulusma. Tenminste, die is ontslagen bij SBS. Maar ik heb wel begrepen dat hij het jaar mag uitzingen en daarna gaat hij bij Omroep Max aan de gang. Nou, daar zou dit ook een prachtig programma voor zijn, toch? Een beetje de hele dag op de weg zitten, een beetje bejaard ben, heb ik toch verder niks te doen. Dus ook voor onze bejaarde kijkers van harte welkom. Leuk dat je kijkt overigens. Even hier zat pelletjes los in Alphen aan de Rijn bij een niet nader te noemen bedrijf. Je weet het, hè. De privacy van de klanten die staat natuurlijk hoog in het vaandel bij ons. Dus bedrijfsgevoelige informatie. Nee, ik kan alleen maar gezeik mee krijgen, dus dat doen we maar niet. Hoe lang gaat het ritje duren? 20 minuten schat ik zo. Ik ben er in wezen zo. We gaan via Hazeswoude richting Hazeswoude Rijndijk. Daar pakken we de N11 en deze keer pakken we hem dus niet richting Leiden, maar richting Bodegraven. Ja, dan krijg je al vrij snel de afslag Alphen aan de Rijn. Die moeten we ook gelijk hebben. En dan zijn we er eigenlijk al bijna. Ik zal ook tevens kijken of ik de rit erna ook kan filmen en online kan zetten. Want dan gaan we namelijk van Alphen aan de Rijn af binnendoor naar Amsterdam. Amsterdam-Westpoort, welbekende Amsterdam-Westpoort. Maar een stukje binnen door de Alphen aan de Rijn is ook wel weer even leuk om eventjes mee te pakken. Dan kom je namelijk door het industrieterrein, langs Avifauna, het wegrestaurant. Een stukje binnen door Alphen, centrum. En dan zo op de weg die richting Leimuiden gaat. Nou, je ziet de kerktorens al, ze konden niet kiezen. Ze hebben er maar twee gebouwd, eentje links van het dorp, eentje rechts van het dorp. Het zal waarschijnlijk ook wel weer twee verschillende geloven zijn. Dat is in het dorp waar ik vandaan kom ook. Er zitten zelfs drie kerkgebouwen. En in het dorpshuis vinden ook nog eens wat diensten plaats, maar dat zijn dan weer, dat is weer andere kerkgenootschap. In Zevenhuis is dat de gereformeerde kerk, de Nederlandse hervormde kerk, heeft de hoogste punt. En het andere kerkgebouw, dat is de Vrijzinnige Gemeente. En die heeft geen kerktoren. Wel, dus ook is een, ook aangewezen als trouwlocatie. Nou ja, je kan tegenwoordig overal trouwen als je dat wil.
Dan wil je het in een weiland doen, maar trouwens wat er nabij is. Maar dat kerkje wordt vaak gebruikt als trouwlocatie. Ik ben daar zelf ook getrouwd met mijn vrouw, met Susan. Dat is ook alweer een jaar of, oh ja, dat moet ik goed zeggen, 16 geleden, 15,5 jaar geleden. Ruim 15,5 jaar geleden. Tot een soort van unicum te horen, want er zijn niet veel mensen meer die dat vol weten te maken. Er gaan heel veel mensen al heel snel uit elkaar, hè? Ja. Ieder zijn ding, maakt het niet uit. Als het niet werkt, werkt het niet. Nee. Snap ik ook. Ik zal er geen oordeel over vellen, want je weet nooit wat er speelt tussen twee mensen. Ik heb het zo waar, de verkeerslichten hier eens een keertje mee. Dat mag ook in de krant. Dicht het rommeltje. We zullen eens eventjes het dakluik even openzetten. Dat is prachtig weer. Het is nu 13 graden. 2 graden gekelderd ineens. Er komt wel iets meer motorgeluid bij. Waarschijnlijk is ook het geluid van de turbo te horen. Je hoge fluittoon, dat is de turbo. Het is trouwens wel leuk om te vermelden voor de mensen die dat niet weten, dat de turbo een Nederlandse uitvinding is. Nederland ontwikkeld, uitgevonden en daarna de hele wereld open gegaan. Ja, mooie uitvinding. Wil je precies weten hoe een turbo werkt? Ik zou zeggen, google eventjes werking van een turbo. Wat een feest om zo te kunnen rijden met dit weer, heerlijk. Pakken, want laat die even staan, vriend. Goed zo. Het gaat zo'n zootje worden hier op die weg. Nou, dan zijn we alweer bij de N11. Dat loopt lekker vlotjes. Richting Alphen aan de Rijn, mensen. Ja, ja. Ik hoor je denken van, ken je kop niet houden? Nee, zet je geluid maar uit. Ah, het is toch een mooi gezicht zo, hè? Verdacht ziet. En het zou zo maar wij kunnen zijn, want ja, man, 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 ook wij worden wel eens gecontroleerd, hè. Maar meestal zijn dat dan wat grotere controles, waarbij ze een parkeerplaats bezetten, waar gelijk het hele circus bij staat, de RDW. Voertuig te controleren, technisch. Belastingdienst, om te kijken of je aan de belastingplicht voldoet. Van afdragen van wegenbelasting en ja, eurovignet. Zware voertuigen moeten ook een eurovignet hebben als ze op de snelweg willen rijden. Binnen Europa.
En de Fiat staat er ook nog wel eens bij. Nou moet ik hier een baan om, want ik moet zo meteen linksaf Alfa aan de Rijn in. Dan een voertuig naast me. Kijk, heb ik zijn gas bij, dankjewel. En dan kan ik ervoor. Zij had dus een kort ritje. Maar goed, dat is ook een ritje. Zoals een oud wijsgeer wel eens zei, vele kleintjes maken een hele grote. Luister vaak naar het motorgeluid van een vrachtwagen. Dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Waarom is dat? Nou ja, ik heb veel met oude voertuigen gereden, oude voertuigen. En ja, dan kan je wel eens een verschil horen. En als je een verschil hoort, is er vaak wat aan de hand. Als je niet kan herleiden uit de normale gang van zaken, dan zou dat kunnen duiden op een technisch mankement. En als je op tijd bent om het technisch mankement te repareren, dan voorkom je vaak verdere schade. Zo heb ik dat eens gehad met een oude DAF, CF88. Toen nog bij Ton van Bergen reed. Oude handgeschakelde bak. Fijne auto, reed echt goed. Daar hoorde ik ook ineens een raar geluid. Ik denk, dat klinkt niet goed. En ik had gelijk. Ik ging ermee naar de garage naar overleg met de planner. En het bleek dat de aandrijfas los zat. Die was losgekomen. En die was ook niet meer in orde. En bij de garage vertelden ze mij dat als ik daarmee door had gereden, toch wel binnen, nou ja, op hele korte termijn, en dat hele korte termijn was echt binnen een uur of zo, of een half uur, had hij helemaal los kunnen komen en had hij heel de boel eronder vandaan kunnen slaan. Hij zat nog vast gelukkig. We hebben de auto daar gehouden, een andere besteld, gemonteerd en de andere dag was hij weer klaar. Ja, het kost altijd geld, maar dit kost minder geld als dat je de boel voorop gaat draaien. En heb je nou keihard de radio aanstaan in je auto, heel de dag door, en je luistert nooit naar het geluid van je
goede motor. Van de aandrijflijn. Dan ga je dat soort dingen nooit ondervangen. Ik zit er ook niet heel de dag naar te luisteren, maar een paar keer per dag toch wel. Gek genoeg. En dat blijf ik ook doen dan. Ook met een nieuwe auto. Ook daar kan wat mee gebeuren. En ja, hoe langer die auto's in de garage stilstaan, des te meer geld dat gaat kosten. Sowieso. Nou, ik ga er meer uitzetten, want ik ben weer bijna op plek van bestemming. Ik zou zeggen, mensen, een prettige dag. En tot de volgende video. Doedeladokie!